stad Genk opende een unieke schommelinstallatie in het Molenvijverpark. Het is een kunstwerk van natuurkunstenaar Wil Beckers uit Lommel. Ik wil eigenlijk ook nog een klein beetje de uitleg geven over de vormgeving eigenlijk van beeldend werk. Uiteraard, het is een schommel. Hè? Maar een schommel, kunstzinnig benaderen, daarvoor heb ik toch wel even diep gezocht. En ik vond de verbinding met het park heel belangrijk. En als natuurkunstenaar ben ik eigenlijk constant met projecten bezig die gelinkt zijn met de natuur. En zoals we eigenlijk weten is op dit moment de letterzetter in ongelooflijke aanloop. Europees een slachtveld in allerlei bossen en parken. En dat kleine beestje dat vreet eigenlijk gigantisch veel bomen op. Net onder de bast. Laat erbij hele mooie kalligrafische tekeningen achter. Die je kunt zien. Ik heb een voorbeeldje daar op het paneel gezet. Maar wat ze doen is die verwoestende verraadzucht die komt eigenlijk door onze klimaatverandering. Het opwarmen van de aarde gaat zo snel dat die beestjes, onze bomen die zwakker zijn, ze hebben minder water, ze hebben minder voeding, ze zijn minder krachtig. En daardoor krijgen we verzwakking van de natuur en krijgen die insecten meer de overhand. En dat wil ik eigenlijk, die soort bewustwording wil ik eigenlijk duidelijk maken in het beeld. Dus die belijning, die hele gestileerde lijn die hier eigenlijk door het landschap loopt, en ook nog eens een keer geaccentueerd wordt door de schommels, die wil ik benadrukken. En dan creëer je eigenlijk een soort van bewustwording. Waarom is die vorm zo? Waar komt die vandaan? Het nadenken daarover, het bewust worden van onze natuur, dat is een stap die ik graag maak met al mijn projecten. En daar is nog bij gekoppeld dat een schommel symbolisch ook heel belangrijk is voor het samenkomen. Het bij elkaar komen, het elkaar ontmoeten, niet alleen met familie, maar ook met vrienden. Ik heb het de afgelopen weken gezien toen we het werk hier geïnstalleerd hebben. Het is ongelooflijk hoeveel aantrekkingskracht zo'n schommel heeft. In dit geval hebben we 5 speciale schommels erin hangen. En tijdens het schommelen kun je verhalen beluisteren. Mooie verhalen van Genkenaren die eigenlijk van ver weg naar Genk zijn gekomen om hier te komen wonen. De titel van het kunstwerk is Swinging Outside the Lines. En ja, het is duidelijk wat dat betekent, maar het heeft een hele mooie reflectie ook naar eigenlijk de bezoeker, toch een groot percentage van Genk die hier woont, die van buitenaf de grenzen heeft verlegd om naar hier te komen. En dan maak je eigenlijk een heel mooi dialoog met de bewoner en met een beeldend werk. En als je hier bent, kun je via een QR-code op het paneel de verhalen beluisteren, gescand eigenlijk met uw telefoon. Die code en gebeluisterd nu op dit moment een 8-tal prachtige, unieke verhalen van mensen die naar hier gekomen zijn, die Genk eigenlijk op een eigen intrinsieke manier hebben beleefd en nog steeds beleven. Ik ben zelf ook al veel rondgereisd in mijn leven, veel voor werk. Ook heb ik in Spanje een hele tijd gewoond, maar nooit echt fictief geëmigreerd naar een andere plek en daar gebleven. Dus het is altijd mooi om dat eens te horen en ik zou het fijn vinden als u dat eens komt vertellen. Ik kwam naar België alleen voor 1 jaar of 5. Ik kwam voor studies samen met mijn man. Maar nu al 27 jaar? Bijna 29. En we waren van plan om terug te gaan naar Ecuador. Maar ze hebben aan mijn man gezegd, ga maar naar 1 jaar naar Genk. Om te werken in het ziekenhuis. En we kwamen naar Genk voor 1 jaar. En dan nog 1 jaar. En voor mij was het zo, nog 1 jaar. Tot ik 9 jaar in België was en toen hoorde ik, het is misschien voor altijd. En toen begon ik de heimwee te krijgen. Pas toen, ja, voor mij was het normaal om hier te wonen en te leven. Het was pas na 9 jaar dat ik begon zo de dwang om terug te gaan. En ik ging terug, maar alles was anders. Het was niet de stad dat ik had achtergelaten. Dus ik kwam terug naar België. Ik kwam terug naar Genk. En ik voel me thuis. Ik was, ik ben thuis en ik ben hier. En het is hier mooi. Fijn dat jullie erbij zijn. Voor de eerste keer dat ik ook heel veel mensen terugzie van de pers. In fysiek, in levende lijven. Het is een beetje abnormaal natuurlijk deze periode, hè? Maar ik ben toch al blij
dat ik terug wat kan buiten komen en dat we stilletjes aan naar het nieuwe normaal gaan. Het nieuwe normaal, want het zal niet meer hetzelfde zijn. En dat betekent natuurlijk ook, en dat hebben we al vaak gezegd, ook in de pers, dat we hopen dat de mensen die niet op vakantie kunnen gaan, dat die toch wat vakantie nemen in hun eigen land. Hè? En dat die ook naar Genk komen, want we hebben alle troeven in handen om er een fijn vakantieuitje van te maken in Vlaanderen, liefst in Limburg, maar nog veel liever echt in Genk. En het is altijd toffer in je eigen hof, hè? Zoals ze zeggen. En dit is hier zo wat het schoonste tuintje van heel Genk, midden in het centrum. Hè. Je kan het niet mooier vinden met water en noem maar op. En ook hier met de picknickplekken die al geïnstalleerd waren. En daarom dat we hebben gekozen in 2018, als ik me niet vergis, Sabine, was het idee al gekomen om vanuit een campagnebeeld, heb ik me laten vertellen, toch te gaan naar de realisatie van een schommel die er wat irrealistisch uitzag, om daar toch mee verder te gaan. En hier staan we dan, hè, op de picknickplek Camp Carré. En we hebben heel wat mooie picknickplekken in Genk. Dit is er ene van, misschien wel de meest bezochte, maar ook in de Terril, La Biomista. Maar ook natuurlijk een van mijn favorieten, die jij hebt mee ontworpen, eigenlijk, de installatie, bij Kattenven. Ik weet niet of jullie die al kennen. Hè. Het ziet eruit als een soort cocon, het noemt corpus. Een mooie manier dat als je daarin duikt, dat je even afgezonderd bent van de wereld. En waar dat we eigenlijk in de natuur op een creatieve manier mensen wat dichter bij elkaar brengen. Zo heeft het Molenvijverpark er weer een kunstwerk bij.